de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Simeon sprak tot Maria, zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Vannacht welkom in deze Eucharistieviering, nu wij vandaag de gedachtenis vieren van onze lieve vrouw van smarten. Onder het kruis gaat de profetie van Simon in vervulling, daar wordt haar ziel doorboord door een zwaard. Op het moment dat een lans het hart van Jezus doorboort. Zijn ziel kan niet meer doorboord worden, hij is reeds gestorven. Maar de ziel van Maria wordt doorboord als zij ziet wat ze haar zoon hebben aangedaan. Is het grootste lijden van een moeder niet om te zien als haar kinderen lijden? Hoeveel moet Maria niet hebben geleden bij het zien van de martelingen, de afwijzing, de kruisdood van haar zoon? Van wie ze wist, dit is geen gewoon kind. Dit is de Zoon van de Allerhoogste. Maar Maria blijft trouw onder het kruis. En zo mogen wij weten dat zij mee heeft gedaan met dat verlossingswerk waar ook wij worden uitgenodigd mee te doen. Om met Maria ook het kruis te dragen in navolging van Jezus Christus, die ons is voorgegaan door het kruis naar het licht van de verrijzenis. Mogen moeder Maria in de hemel onze hemelse moeder zijn en ook voor ons ten beste spreken, ook als wij anderen een kruis hebben opgelegd. Ik belijd voor de almachtige God, voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. God, je hebt gewild dat Maria uw zoon nabij was als een moeder vol van smarten, toen hij omhoog geheven was aan het kruis. Wij bidden u, geef uw kerk die samen met haar in Christus lijden deelt, ook de vreugde deelachtig te worden aan zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord. Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, in de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God, die hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang. Red mij, Heer, door uw genade. Red mij, Heer, door uw genade. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Red mij, Heer, door uw genade.
Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Red mij, Heer, door uw genade. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen. Gij zult mij beschermen, getrouwe God. Red mij, Heer, door uw genade. Toch blijf ik op u vertrouwen, Heer. Steeds zeg ik, Gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in uw hand. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Red mij, Heer, door uw genade. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die Gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Geschenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. Red mij, Heer, door uw genade. Alleluia, 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 alleluia. Zalig zijt gij, Maria, zonder te sterven, hebt gij onder het kruis van de Heer de palm van de marteldood verdiend. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd stonden bij Jezus kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder, Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Woord van de Heer. Wij hebben haar een plaats gegeven in ons huis. Maria, hier onder het kruis als de moeder van smarten. Voor u in de kapel, maar niet zichtbaar voor de mensen die volgen. Bij Facebook te misvolgen, ook bij het beeld waar iedere dag talloze kaarsjes bij branden. Van dat ogenblik af nam de leerling haar, Maria, bij zich in huis. Dat is wat wij katholieken doen. Wij zetten Maria niet bij het grof vuil. Maria is de moeder van Jezus. Als er één is die alle eer verdient op aarde, dan is het Maria. Wie staat korter bij Jezus dan de moeder die hem gedragen heeft? Maria roepen wij aan. Ze is onze moeder. Ze spreekt voor ons ten beste. En tegelijkertijd leidt deze Maria. Nu kunnen wij ons dat voorstellen. Als je zoon ziet lijden, gemarteld aan het kruis, dat inderdaad de ziel van Maria door dat zwaard is doorboord, zoals voorspeld door Simeon. Maar zou Maria niet ook nu lijden als zij ziet wat er gebeurt op aarde? In La Salette, het zuiden van Frankrijk, verschijnt Maria ooit hoog in de bergen aan enkele kinderen. En ze huilt. Ze huilt en roept mensen op tot bekering. En dat is de oproep die Maria overal opnieuw herhaalt. In Rue du Bac, in Guadeloupe, in Banneux, in Bourret, in Lourdes, in noem maar op. Priez beaucoup, zegt ze heel dichtbij hier in Banneux tot 3 keer toe. En ze roept het meisje Mariette Bécot op om haar handen onder te dompelen in het water. Teken van het doopsel, maar teken ook van een bekering, een schoonwassen. Telkens weer wijst Maria ons de weg naar Jezus, zoals ze het deed op de bruiloft van Cana. Ga naar Jezus en doe wat hij u zeggen zal. En Maria leidt, als zij haar kinderen ziet,
die niet in vrede kunnen leven, die op allerlei manieren elkaar het leven onmogelijk maken, ja, die zichzelf tot God maken. Maria lijdt. En toch is dat lijden niet alleen iets om weer medelijden met te hebben. Want wat Maria doet is, heel letterlijk, ze staat onder het kruis, zij voegt haar lijden bij dat van Jezus. En dat is een verlossend lijden. En in die zin kun je Maria mede-verlosseres noemen. Zoals dat ook voor ons mag gelden. Wij mogen ons lijden, dat wat ons ter neerdrukt, dat wat ons inderdaad dood maakt, brengen bij hem. Hij is het, die het met zijn offer aan de Vader aanbiedt. Hij is het en hij alleen die de wereld verlost. Maar we hebben mensen nodig, zoals Maria, die ons voorgaan op die weg. Die trouw zijn, ook onder het kruis. Die elkaar niet veroordelen als we het kwaad zien dat anderen doen, maar medelijden hebben. Zoals Maria, moeder is van iedereen. Niet een moeder van bepaalde mensen, van brave mensen die naar de kerk gaan. Is Maria de moeder? Nee, van alle mensen. Van de grootste bandiet. En Maria lijdt. En als wij bidden, bidden wij niet voor de zondaars die dit en dat op hun geweten hebben. Wij bidden, bid voor ons, zondaars. Wij horen er allemaal bij. Ik zou bijna zeggen, we zijn er allemaal bij. En als wij aangeklaagd worden, hebben we uiteindelijk niets voor onze verdediging aan te voeren. Maar er is één naar wie Maria ons brengt, naar haar zoon. Hij die het kruis voor ons gedragen heeft. Hij die, toen hij werd vastgeslagen aan het kruis, niet heeft teruggeslagen, maar voor ons heeft gebeden. Mogen zijn liefdesoffer ons eens het eeuwig leven schenken. Amen. Leggen wij op voorspraak van Maria nu onze gebeden aan God voor. Voor de ouders die een kind moeten missen door een ongeluk of ernstige ziekte, dat zij de kracht krijgen om zich opnieuw aan het leven toe te vertrouwen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de ouders die het contact verloren hebben met kinderen die aan de drugs zijn geraakt, dat de liefde voor hen de kracht mag zijn om hen met een liefdevol hart te volgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de jonge mensen die in hun groei niet altijd de zorg van hun ouders begrijpen, dat zij bij het invullen van eigen leven de eerbied voor hun ouders blijven behouden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de jonge mensen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld, dat hun leven niet te vergeefs is geweest, maar vruchten draagt voor hen die achterblijven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wij bidden voor de zielerust van Maaije van der Mullen, wiens uitvaart komende donderdag vanuit de kerk van Haanraden zal plaatsvinden. Dit misoffer wordt opgedragen voor Nelly Meeuwissen en zoon Willy, voor Henny Renierkens en voor Jacques Habens. Dat zij allen nu mogen aanzitten aan dat hemels bruiloftsmaal van het Lam. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede God, wij komen in onze onmacht tot u, in het vertrouwen dat u onze Vader bent die ons geeft wat wij nodig hebben. Wil het ons geven, omwille van uw Zoon Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen, en aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Almachtige God, aanvaard omwille van de eer van uw naam, de gebeden en gaven die zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons al bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u, bij de herdenking van de smarten van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de heilige geest, uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen u dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwig. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus, vrede van Christus, vrede van Christus. Lam Gods, dat wegneem de zonden der wereld. Ontferm u over ons.
wegneem de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneem de zonden der wereld. Geef ons de Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Verheugt u juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Thank you.
ons bidden. Heer, we hebben het sacrament van de eeuwige verlossing ontvangen en vragen u ontmoeting. Help ons bij het overwegen van de smarten van de heilige maagd Maria, om ten bate van de kerk aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Na de zegen zingen we op platsen de 840, de eerste drie coupletten van het Stabat Mater, het lied dat bij deze viering vandaag hoort, de smarten van Maria. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Naast het kruis met wenend ogen stond de moeder diep bewogen, wijl haar zoon te sterven hing. Dwars toen door het zuchtend harte, overstel van wee en smarte, drong het zwaar der marteling. O droef, o vol van rouwe, was de zegenrijkste vrouwe, moeder van de eengezoon.